Ja, dit vind ik nou zo leuk met HTML en ChatGPT. ChatGPT 4. Ik kan gewoon Nederlands typen. Maak in HTML een opsomming zonder nummering. Waarbij ik nu eerst de kopjes geef en daarna de URL's die ermee overeenstemmen. Maak de opsomming in HTML en behoud de volgorde van de URL's die ik opgeef. Input komt nu dus. Dit is het. Kijk, hier zijn de URL's en hier zijn de kopjes. En nu eens even kijken en verder niet aankomen aan die dingen. En proberen maar. Ik hoop dat hij een apart kadertje geeft voor code. En op zo'n kijk, een apart HTML kadertje. We beginnen met unsorted list inderdaad. En li is de regel. En dit soort dingen schelen mij dus enorm veel geklooi in mijn WordPress website. Dus ik ben erg blij met dit soort toepassingen van AI. Dat wou ik even laten zien. Tenminste, hij moet afsluiten met een slash UL. Dus moet ik wel weten of het klopt, hè? En ik zie ook, ik kan dat controleren of het klopt. Dus ik weet er genoeg van. 9 linkjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nog eentje. Ja. Ja, je kan het tussen de was opvouwen. Het is zo fijn dat het de computer het klaar heeft. En als hier dit verschijnt, hier linksboven. Titeltje, dan is je klaar, maar volgens mij is je ook klaar. Oh, hij zegt nog wat over de code, maar ik kijk eigenlijk naar links of die dan klaar is. Volgens mij is die klaar. Ja, hier is nu die klaar. Maar goed, ik kan dus kopiëren en gewoon in mijn website zetten. Easy. Leuk, hè? Leuk. Nou, kap ik dit nou?